Dit is het boek dat ik gekozen heb. Het is Cersei van Madeline Miller. En het is eigenlijk een vertelling over een beetje het Odysseus-verhaal. Maar vanuit het perspectief van de heks die dat Odysseus op een gegeven moment tegenkomt. En hoe dat zij dat eigenlijk ervaart. Dat die mannen daar staan, maar ook wat dat zo haar achtergrondverhaal is. Zo wat Griekse mythologie. Dus ja, vind ik een heel toffe boek om te lezen. Ik zou het aanraden aan andere mensen, omdat aan de ene kant is het een mythologisch verhaal, een Grieks mythologisch verhaal. En je zou dan kunnen denken van, oh, een beetje saai, zoals schools. Maar het is eigenlijk heel modern geschreven, het is heel herkenbaar ook. En langs de ene kant is het zowel wat fantasie, maar langs de andere kant toch ook heel realistisch. En er wordt heel mooi geschreven over hoe dat mensen dingen ervaren en relaties ten opzichte van elkaar. Dus ja, het is een boek dat eigenlijk altijd blijft verrassen elke keer als je het leest. Je kunt niet zo één stickertje opplakken van dat is het. Ik kom graag naar de buurt van Buggenhout, omdat ik heel dichtbij woon en dat is gemakkelijk. Maar omdat toch... ja, het is simpel omdat ik graag boeken lees. Boeken zijn duur. Ik wil niet altijd boeken kopen, maar ik vind het soms ook leuk om niet alleen maar vast te zitten aan de dingen dat ik al ergens ben tegengekomen online of van iemand gehoord heb, maar ook gewoon dat je hier wat door kunt lopen en kunt zeggen van ah, die cover spreekt mij aan, die blinkt mooi. Dat is soms eigenlijk al voldoende om te zeggen van ah, dat vind ik een toffe boek. En zo dingen tegen te komen dat je eigenlijk niet in eerste instantie naar op zoek zou zijn gegaan.